Overigens, over Peter Bos. Ik zit meteen aan Erik ten Hag te denken. Ajax is nu aan het spelen tegen Cambuur. Ja. Hij, steeds 1-2. Ze vroeg aan hem 2-2. Hoe ze met... 2-2? 2-2? Dat was net 2-2, ja. 2-2? Oh, sorry. Ja. Ze vroeg aan hem hoe het met Mo Iataren was. Ja, maar wij hopen dat stukje nog te krijgen, eerlijk gezegd. Maar. Hij zei, ja, hij kan niet rennen. Oh shit, Ajax staat weer voor. 2-3. Ja? Hij kan niet rennen. Nee. Zei ten Hag. Oh, hebben we dat stuk al? Ja? Oh, dan moet je even naar gaan kijken. Het is echt een geweldig stukje. Daar komt die Erik ten Hag. Oh, het mag nog niet. Oh, dat is jammer. Maar het gaat over Mo Iataren. En hij zegt, ik wil hem heel graag bij hebben, zegt hij. Ja. Maar hij kan niet rennen. Hij kan niet rennen. Nee, maar dan moet maar die Mo moet heel snel zijn. Want nee, dat is hij niet. Nee, maar om fit te worden... Ja. Zeg maar tegen mij. Zeg maar tegen mij. Het is een lul. Ja. Maar, want anders is het definitief afgelopen, ja, met hem. Ja. Zijn laatste kans dit. Er is niemand die er nog instapt hierna. Nee, maar dat een coach dat ook gewoon zo zegt... ik vind het nogal vernietigend, eerlijk gezegd. Nee. Ik vind het gewoon eerlijk. Juist, want het is nou eens een keer afgelopen met die gozer. Die gozer die zou gewoon zich helemaal de Jan Lazarus moeten trainen... om op gewicht te komen en weer zijn oude vorm te krijgen. Maar het is dus een slappe zak, die jongen. Ja. Als die nou ik kan nog me herinneren dat jij van de fanclub was. Ja, weet je, ik ben een groot talent. Als je ziet. Ik ben een groot talent. Daarom heb ik ook zo ontzettend veel krediet heb jij bij mij. Ik vind jou ook een groot talent. Maar het komt er alleen nog steeds niet uit. Dat is het lastige eraan. Ja, hey, maar... Je weet het heel goed te verbergen. Ja. Weet je, als jij ziet bij... Weet je, als je in de top kijkt bij de Bruinen... en wat een motor daarin zit, dat is niet normaal. Ja. Dat gaat helemaal nergens meer over. Ook die, hoe heet die Gundogan, ja, die jongen, ook van City, hetzelfde verhaal. Joh. Dat is echt ongelooflijk. Ja, maar René, in de goede tijd bij PSV. Die van Volt bedoel je, toch? Je bedoelt die voetballer. Ja. Nee, niet die dame. Die vrouw. Hey, maar in de tijd bij PSV dat die jongen in vorm was... was het een lust voor het oog, hè, die jongen. Was echt een goede voetballer. Ja, maar... Er zijn een hoop goede Marokkaanse voetballers geweest. Hè? Ja, ja. Hij zat dan toevallig bij PSV. Maar ik heb altijd veel Marokkaanse voetballers, goede spelers gevonden. Een hele, hele goede techniek, weet je. Ballaannames en zo, dat soort dingen. Maar er zijn er... Wel, zelfs Ziyech mist die motor, hè. Ja, die moeten we dadelijk ook gaan helpen ook met zijn energierekening. Hè? Nou ja, die moeten met de bus sowieso naar de wedstrijden en zo. En die, kunnen ze niet met de underground naar Frankrijk? Ja, dat zal ook nog misschien gebeuren. Jezus. Het zou wel mooie televisie zijn. Maar als het om zijn motor gaat, zeg maar, dat is gewoon trainbaar. Dus als hij dat kan oppikken... dat is gewoon trainbaar. Ja. Misschien niet in 2-3 maanden. Nou, ja, trouwens, dat is eigenlijk ook wel... Maar 2-3 maanden zou genoeg moeten zijn. Maar... Ja. Nou, was jij toch ook al op conditie? Als je hoe, lang is hij nou, hoe lang is hij nou januari begonnen? Ja. Dan leven we alweer in maart. Ja.